Yo, even een kleine update. Ik ga het hebben over mijn eerste BH en het hele tietenverhaal eromheen. Maar het gaat wel iets beter. Ik ben dus gestopt met Roaccutane. Ik kreeg wel weer direct al mijn pukkeltjes terug. En ik heb zoiets als ik me zo depressief voel, zonder pukkels, dan ben ik liever zeg maar een beetje ongelukkig met pukkels. Of door de pukkels. Dus ik zit weer aan de citalopram. Die neem ik nu elke avond, 10 milligram. Dat is puur en alleen om mijn buien een beetje stabiel te krijgen. Dus dan voel ik me ook niet meer zo extreem verdrietig en depressief. Dus dat gaat al een stuk beter. Ik doe er gewoon alles aan om een beetje beter in mijn vel te zitten. Dus ik eet weer goed en ik doe gewoon alles gewoon zoals het hoort. En helaas hoort er een pukkel bij. En weet je, als het weer echt weer uit de hand loopt, doe ik wel weer iets anders eraan. Mijn dokter is nu 3 weken lang op vakantie. Heb ik echt altijd met elke dokter, elke arts, als ik ze nodig heb, zijn ze weg. Maar voor nu ben ik wel redelijk gewoon stabiel en oké. Dus nou eindelijk de tietenvideo. Mijn allereerste keer dat ik een BH ging kopen. Ik ga eerst beginnen met mijn drang naar borsten, tieten, tetten, hoe je het noemen wil. Ik was denk ik 2 jaar oud en toen zat ik in de box. En ik stopte altijd al mandarijnen in mijn shirtje. Of bolletjes met sokken. En toen was ik echt heel jong, want ik vond het zo mooi. Ik ben echt een geboren meisje, zeg maar. Dus ik vond alles mooi. Ik vond hoge hakken mooi, die trok ik van mijn moeder aan. Ik was gek op BH's en ik was gek op glitter lingerie. En nou, vraag me niet waar het vandaan komt, maar ik wou gewoon hele grote tieten. Dus toen ik jong was, ben ik zeg maar opgegroeid met het idee van oké, later als ik groot ben, krijg ik hele grote tieten. Nou, daar kwam ik van een koude kermis thuis. Want het is dus niet zo dat iedereen als ze borst krijgen, dat ze meteen hierboven zitten en mooie dikke jetsers, weet je wel. Dat is dus niet het geval. Ik weet nog dat ik op een school zat in Ypenburg en ik had daar een vriendin. En die was echt even oud. En die had echt al gewoon van die ronde, hoge, dikke tieten. En echt, ik zei het toch gewoon tegen haar. Ik baalde er echt van. Want ze had gewoon van die mooie, grote, dikke tieten. En ik had nog van die beginnerdingen. En ik had ook altijd gehoord dat je tieten gewoon beginnen te groeien. Je tepels worden iets groter. Het wordt allemaal wat gevoeliger. Het wordt wat voller. En dan later zet het helemaal een beetje uit. En dan een tiet is vet. Dus ja, je vet gaat daar ook gewoon zitten en gaat groeien, groeien, groeien. Nou, ik weet nog dat ik alleen gewoon een beetje, gewoon alles werd wat voller. Dus ik kreeg niet eerst een hele grote punttepel of zo'n leuke Parijs-Eiffeltoren-tepel, weet je wel. Dat gebeurt bij veel mensen. Nee, bij mij gebeurt het gewoon in het geheel dat het een beetje, er kwam een beetje vorm in. Nou, het duurde bij mij natuurlijk allemaal al te lang. En op een dag keek ik zo en ik denk, ja, weet je, er zit nou wel wat. Dus ik wil gewoon een BH. En daarvoor droeg ik gewoon topjes en dat soort dingen. En toen ben ik met mijn moeder naar de Hema gegaan. En daar had je van die BH'tjes, die kon je zeg maar gewoon aantrekken zo. En dan kon je hem hier met een leuk dingetje vastklikken. Want ik wou natuurlijk weer interessant ondergoed. Maar ja, mijn ouders die vinden dat niet zo leuk als je jong bent. Dus het enige interessante sexy-achtige ondergoed was met zo'n sluitertje hier. Het waren echt van die triangel topjes. Het was wit met iets van oranje en vlindertjes met bloemetjes of zo. Die mocht ik wel. Net als mijn ondergoed. Ik wou heel jong strings en die mocht ik niet. Dus toen mocht ik onderbroeken kopen. En dan aan de zijkant was het zeg maar als een bikini. Dus aan de zijkant zat er een touwtje. Gewoon aan de zijkant. Een touwtje. En voor de rest was het gewoon een onderbroek. Maar dat touwtje vond ik dan helemaal mooi. Nou, dat was eigenlijk mijn allereerste BH. En ik baal er nog steeds van. Want ik heb nog steeds niet de tieten waarvan ik dacht dat ik ze ging krijgen. En dat is dan ook zo'n heel verknipt beeld. Omdat iedereen draagt BH's en vulling. En op tv allemaal mooie grote hoge dikke tieten. Dus eigenlijk krijg je een heel verknipt beeld van hoe borsten groeien, zeg maar. De ene heeft een borst met een hele grote tepel eromheen. Sommigen noemen dat heel neerbuigend hamburgertepels. Nou, dat vind ik dan een beetje lullig, want ja, wat doe je eraan? Bij sommige, je hebt zeg maar een borst. Bij sommige meisjes zit de tepel hoog, dan lijkt je borst heel hoog zitten. Bij sommige meisjes zitten de tepels heel laag, dan lijkt je die te hangen. Bij sommige zitten ze scheef. Bij sommige meiden is één borst veel groter dan de ander. Dat verschil heb ik dan niet zo ontzettend.
En dat begint natuurlijk altijd. In het begin heb je altijd eentje die groeit iets harder dan de ander. Dat is gewoon zo. Net als bij mannen met een bal. De ene hangt lager dan de ander. Dus ja, het is altijd een verrassing van wat voor borst je gaat krijgen. Het is niet iedereen heeft dezelfde. Het is net als schaamlippen. Iedereen heeft andere tieten. Ze zijn groot, klein, slap, hangend, met aderen erop, zonder aderen erop, een moedervlek op je tiet, een derde tepel, hele grote lange tepels, hele kleine ingetrokken tepels. Je hebt bruine tepels, roze tepels, witte tepels, je hebt grote, kleine tepels, je hebt alles. Maar ik had echt in mijn hoofd dat ik van die mooie ronde siliconen tiet zou krijgen met een mooie tepel erop, klaar. Nou, weet je, dat gebeurt net zo vaak als dat iemand bijvoorbeeld een hangtiet krijgt. Want een tiet is niet. Een tiet is zeg maar net zo zeldzaam als dat hij niet zeldzaam is. Want iedereen heeft wel een dubbelganger qua tieten, weet je wel. Het is wel altijd een beetje vergelijkbaar. En je hebt andere categorieën. En nou, dat dus. En ik weet nog dat ik bij de Hunkemuller kwam. En ik was echt al een stuk ouder. En ik was, het was een stuk ouder, ik was 15. En ik was heel erg dik aan het worden eigenlijk. Want ik zat. Ik was gek op tosti's, Turkse pizza's op de middelbare school, broodje donor halen in de pauze, tussenuren, chips, weet je, allemaal dat soort dingen. Dus ik werd een stuk dikker. En toen ging ik naar de Hunkemuller, want ik kreeg echt een cup D. Ik had echt hele grote tieten. Bij de Hunkemuller zei ze, nou, volgens mij heb jij een B. Maar ja, net als ieder ander, de ene tiet zit ervoor en de andere tiet zit breed. En ik noem het altijd maar boerentieten. Want die boerenvrouwen hebben altijd van die boeren grote dingen, weet je wel. Breed en lang en hoog en laag. En... Dus ik noem het altijd maar gewoon boerentieten. Maar bij mij zit het niet zo. Bij mij zit het gewoon meer verdeeld. Dus als je dan naar de Hunkemuller gaat, dan heb je van die BH's. En die zijn gemaakt voor tieten hier. Dus dat zit helemaal niet lekker. En het was echt heel neerbuigend wat ik kwam binnen. Zeg, nee hoor, nee, jij hebt echt een B-cup. Misschien een B, misschien een C. Ik denk, ja hoor, daar gaan we weer. Want ik had dus echt, toen de tijd, dacht ik een D te hebben. Toen heb ik ze laten opmeten bij een winkel in Pijnakker. En toen kwam ik gewoon op G uit. Ik had eigenlijk cup 70 G. Klinkt gigantisch, valt best mee. Maar omdat als je omtrek iets kleiner wordt, wordt de cup ook wat kleiner. En dan, het is allemaal in proportie, zeg maar. Dus ik had een 70G, maar bij die Hunkemuller zei ze, nee maar een B. Dus ik kwam eerst met een BBH aan. En ik denk, nou oké, okay, weet je wel, daar gaan we. Dus ik trek hem aan, ze zegt, oh inderdaad, nou volgens mij moet je inderdaad wel een C. Ik denk, ja, ik moet zeker een C, minimaal. Dus ze pakte een CBH, paste ook niet. DBH paste ook niet. Nou, toen ging ik naar een EBH, paste ook niet. En dan was de omtrek weer te wijd en weer te krap. Dus nou, in de Hunkemuller geloof ik ook niet meer. Want die BH's zijn daar gewoon gemaakt voor Barbie-tieten. Dus inmiddels heb ik gewoon een 75C. Maar omdat ik heel erg ben afgevallen in die jaren. En vooral bij mijn borsten is de vulling echt uit mijn tiet verdwenen. Dus ik heb een 75C. Maar dat moet met een vullinkje erin. Of met een push-up of wat dan ook. De BH's daar, die daar altijd heel leuk hangen. Altijd bij push-up. Soms niet. Want ja, soms word je ietsje meer natural. Als mijn buik niet is opgeblazen van alle deeg wat ik eet per dag. Dan wil ik toch een beetje, gewoon een beetje iets minder. Maar als ik een BH neem zonder push-up erin, dan is het toch een beetje, dan is mijn tiet leeg. Terwijl als ik hem met push-up neem, dan is het een soort van alsof de push-up het vet, ja, in plaats van push-up, nee, in plaats van vet heb je dan push-up, zeg maar. Dus dan heb ik geen huid of is het niet slap of wat dan ook. Dus ja. Eigenlijk was dat mijn tietenverhaal. Ik hoop dat jullie gewoon beseffen dat tieten groot tieten zijn. En dat ze gewoon zijn zoals ze zijn. En je kan er inderdaad wel iets aan laten doen. Maar volledig veilig kan je natuurlijk nooit. Volledig veilig is het natuurlijk nooit. Want ja, een silicoon kan natuurlijk lekken. En ze hebben tegenwoordig prachtige protheses. Maar het is bewezen dat de silicoon altijd zweet, zeg maar. Dus alles wat erin zit, komt er op een of andere manier toch een soort van uit. En je kan er ontzettend ziek van worden. Je kan littekens krijgen. Alles erop en eraan. Nu ben ik 25. Ik wil ze nog steeds laten doen. Dus ik ga ze, wanneer mijn moment daar is, wanneer ik een beetje tijd vrij heb. En dan wil ik ze toch wel laten doen. Gewoon omdat het me zo irriteert met BH's kopen.
En met bikinis denk je ook altijd van, nou, lekker dan, weet je wel. Dus waarschijnlijk ga ik ze wel doen. Dat is niet omdat ik jullie wil ompraten van, oh, jullie moeten het ook maar doen. Want ja, een neptiet is zo normaal. Dat bedoel ik absoluut niet. Maar besef wel dat niet elke tiet wordt. Dat niet elke tiet gewoon hetzelfde is. Ze zijn allemaal anders. En echt, het maakt ook helemaal niet uit als een jongen van je houdt of een meisje van je houdt. Dan nemen ze de tiet maar gewoon voor lief. En sommigen vinden het ook gewoon mooi zoals het is. Want ja, een tiet is gewoon een tiet. Net als een pielenmuis gewoon een pielenmuis is. En een schaamlip gewoon een schaamlip. Dat is gewoon nou eenmaal zo. En wees blij dat als je je ervoor schaamt, dat je ook niet heel erg in je blote tiet hoeft te lopen. Dus dat scheelt ook. Het is niet iets zoals in je gezicht. En dat is dan ook de reden dat ik zeg, van, maak je niet al te veel zorgen. Wacht het gewoon af. En als je echt op een leeftijd bent dat je denkt, nou, ik wil het nou nog steeds. Doe het gewoon. Maar ik zou niet je tiet laten doen op je 18 of zo. Dankjewel voor het kijken. Dit was mijn eerste keer borst krijgen en mijn eerste BH. En dan zie ik jullie bij de volgende video eerste keer. En anders is het gewoon een storytime of zo. Ja, dit zijn een soort storytimes natuurlijk. Maar misschien nog even een update video over hoe ik me voel. Dat kan natuurlijk ook nog. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later!